lekkers, maar de zon die maakt me wakker. Hoi, ik ben Annie. Ik kom uit Sumpenveld en ik woon in Zusteren. Maar gelukkig huur je daar niks van. Ik ben een van de vele vrijwilligers die metwerken aan het passieverhaal. En de komende tijd schneur ik door de regio om kennis te maken met de lui die metwerken aan dit evenement. En nu ben ik onderweg naar Mazeik om door in de prachtige academie rond tussen te zitten met de leden van het Houtblazers Ensemble. Goedendag, ik kom naar het UGAT. Ik durf je ook. Dank je. Prachtig. Echt prachtig. Maar ik zat te denken, ik denk, wanneer dat een stukje is van het passieverhaal, dan huurt het bij de verrijzenis. Huh? Zou ik zeggen. Mooi. Nou, welkom vandaag, dat we hier bij u aanwezig kunnen zien. Ik zou u willen vragen of u zichzelf wil voorstellen, even waar er zit, en of u uw instrument wil voorstellen. Zou je het willen beginnen? Ik zou even beginnen. Ikzelf ben verbonden aan de academie als leerkracht sinds 1989. En ik geef de vakken klarinet, saxofoon en instrumentaal ensemble. Mijn eerste instrument is de klarinet. Het is een houten blaasinstrument. Kenmerk waardoor we alle houten blaasinstrumenten herkennen, is dat er hier aan de achterkant op dat mondstuk een rietje geplaatst wordt. Ja. Ik speel tenorsaxofoon, dus ik ben Marjolein. Ik speel tenorsaxofoon, dus er zijn vier saxofoon. Dat is sopraan, dat is een langwerpige. De alt, dat is het kleine broertje. Ik heb het grote broertje en dan heb je nog de baritonsax, die is nog een maat groter. Wij hebben dus datzelfde rietje hier zitten, dus datzelfde rietje. En vandaar ook dat wij gerekend worden ook onder de houtblaasinstrument. Ja, ik ben Jacques, ik speel dus alt saxofoon. In het ensemble speel ik ook sopraan saxofoon. Ik speel ook met een jazzcombo hier in de academie. Ik speel ook met een big band hier in Wildse Stokken. Ik ben ook verbonden aan de harmonie van de zijk hier. Dus ja, dat is het zo. Mooi. Je kunt er van alles mee, hè? Ja, van alles. Dat is ja, mooi. Ja, zou jij ook je instrument willen voorstellen aan jezelf? Ja, ik ben mooi. De enige Nederlander in het gezelschap, Nederlands Limburg. Ja, ik speel net als student ook best klarinet. Dankjewel. Dan wil ik jullie nu allemaal uitnodigen om bij mij rond de dus te komen zitten. Zo, nogmaals van harte welkom, nu rond de tafel. Je hebt zichzelf net al voorgesteld, ook het instrument voorgesteld.
Wat mij nu nog heel erg interesseert is, wie kunt me erbij om voor dit instrument te kiezen? Waarom specifiek een blaasinstrument? Zou je het stichten? Ik ben begonnen met klarinet toen ik 10 jaar was. En ik wou eigenlijk dwarsfluit spelen. Ik had Berdien Stenberg horen spelen op muziek, ja. Die was toen heel populair. En ik wou dat ook, maar er was geen plaats. En toen was er wel plaats bij de klarinet, dus ben ik eigenlijk met klarinet begonnen. Oké. En dat ben ik dus van mijn 12e ben ik eigenlijk begonnen met altsax. En 7 jaar geleden ben ik begonnen met tenorsax. Omdat in de harmonie waar ik speelde, gingen toen een aantal mensen op pensioen die tenorsax speelden. En ze zochten iemand die dat wil overnemen. En vandaar de tenorsax. Doe je behalve dit ensemble ook nog aan? Speel je ook nog in andere groepen? Ja, ik ben van Tongeren, dus ik woon eigenlijk in Tongeren. En ik speel in Rijkhoven in de harmonie. Ja, gewoon harmonie, 1 keer per week, 2 uur, 3 uur. En dan spelen we een aantal concerten per jaar. Mooi, ja. Dankjewel. Zou het Stichet willen vertellen daarover? Ja, bij mij is het heel gemakkelijk. Ik ben eigenlijk vrij laat begonnen met muziek maken. Ik was 15, 16 en ik was eigenlijk een heel stil manneke vroeger. Nog altijd. Zijn we dus toch al verhaal? Ja, mijn vrienden was dat wel zo. En mijn ouders vonden op 15, 16 jaar dat hij toch wel tijd was om iets heel anders te doen. En hij heeft me ingeschreven in een muziekschool. In muziek, in de Volter was dat toen. En ik ben er dus naartoe gegaan. Maar er waren ook 2 verenigingen in de Volter, een harmonie en een fanfare. En het jeugdboer gewoonde, Voerschool, dat was een fanfare. En die gewoon natuurlijk altijd nul van erbij is er in de muziekschool ingeschreven. Wij volgden les, die moeten we proberen bij de vereniging te krijgen. En die zijn dus bus komen vragen. En ja, goed, dan ging ik dat ook maar doen. Maar dan kreeg ze natuurlijk een instrument wat toevallig ever is. En dat was binnenweg toevallig een saxofoon. En een tenorsax. En daar ben ik dus op begonnen. En dat hebben ze nog allemaal. Nee, tenorsax speel ik niet meer. Ik ben eigenlijk te klein voor tenorsax te spelen. Ik speel alt en sopraan. Heel af en toe ook nog steen, maar dat is zelden. Ik speel net hier bij de harmonie muziek. Ik speel met bij een big band in Dilse Stokken. Ik speel hier dan in het houtbaas of zo, zonder, in het jazzcombo. Ik volg nog individuele les improvisatie. Dus ja, ik kreeg mijn titel eigenlijk om. Ja. Oké, dankjewel. Zou het Stig nog het willen vertellen over wie ze tot het instrument is gekomen, over een opleiding? Ik heb begrepen dat Stig van uit Nederland komt. Ik woon in de regio Venlo, oorspronkelijk uit Tegelen, maar ik woon nu een aantal jaren, toch alweer 25 jaar in Venlo. Ik zit hier op les vanaf 2019 bij UGent. En met heel veel plezier, dus ik kom hier naar mijn zijk toe. En daarvoor heb ik een aantal jaren bij het symfonieorkest gespeeld in Tegelen. En ben in harmonie en daar speel ik nog steeds. Ik ben begonnen met muziek maken toen ik 9 was. Ik kom uit een muzikale familie. Dus dat was, wordt gaar niet gevraagd of ze wel muziek was maken. Dat wordt gewoon, ik moest naar de muziekschool doen. Mm-hmm. En ik wou hier een strijkinstrument gaan doen, een cello gaan spelen, wat mijn vader dat deed. Maar hij zei van, dat moest ik niet doen. Ga maar een blaasinstrument doen, ik heb ze bij de harmonie. En ik heb ze veel meer mee. Maar ja, dat is hetzelfde wat Marjoleine zei, dat een christen wel behoefte aan is, klarinet. Dus mij wordt een klarinet in de vingers geduwd. Ik wist gar niet wat dat was. Ik wist ook niet wat ik ermee moest. Maar ja, goed, dat is heel goed bevallen. En toen heb ik een aantal jaren op de muziekschool in Tegelen gezeten. En toen heb ik in een aantal ensembles gespeeld, wat ik net al zei. En een paar jaar geleden had ik zoiets van, eigenlijk was het toch wel goed om weer eens wat les te pakken. Want een collega muzikant van mij moet Tegelen. Van het symfonieorkest, die had hij in mijn zijkles. Die speelt dwarsfluit. En die zei van, is dat niks voor dicht? Dus zodoende ben ik hier terecht gekomen. Ja, mooi. Dankjewel. U gaat. Het klinkt misschien raar, maar waar. Maar ik heb ook nooit zelf de keuze gemaakt om klarinet te gaan spelen. Mijn vader was een fervent muzikant. En dat was dus heel vanzelfsprekend dat ik samen met mijn broers naar de muziekschool ging. Dus hij speelde in een harmonie en op een avond komt hij thuis en had hij een koffertje bij. En dat was dus een klarinet. Ik had nog nooit een klarinet van dichtbij gezien, maar
op dat moment was er een grote vraag naar klarinetten binnen die harmonie. En dus keuze was niet aan de orde. Hier is een klarinet. En we gingen met klarinet naar de muziekschool. En zodoende, de eerste jaren heel moeizaam geweest. Heel strenge leraar. Die heb jij ook gehad. Die heb ik ook gehad, ja. Heel strenge leraar. Maar dankzij de steun van de ouders thuis door, heb ik toch doorgezet. En gelukkig maar, heb ik van mijn hobby dan uiteraard later mijn beroep gemaakt. Jij bent met een coach. Als ik dat zo beluister. Zo kan je het noemen, ja. Bijvoorbeeld hier in de klas instrumentaal ensemble bijvoorbeeld. Wij zijn eigenlijk hier een samengestelde groep, want we hebben een klarinetkwartet en dan een bijna saxofoonkwartet. En we hebben nu een samenstelling gemaakt omdat niet één groep mee kon doen aan het project. Dus we hebben de muzikanten een beetje vermengd. Maar het is de bedoeling in die cursus ook dat we echt leren samenspelen, rekening houden met elkaar, contact zoeken met elkaar en zo tot een mooi muzikaal afgewerkt geheel te komen. En dan is het natuurlijk niet de bedoeling dat we binnen die vier muren blijven musiceren. Het is de bedoeling dat we af en toe ook eens een podium aan onze leerlingen kunnen bieden. En we kregen de vraag vanuit de stad Mazeik om aan het passieverhaal mee te werken. En ik vond dat een hele mooie gelegenheid om aan de leerlingen weer een podium te bieden. En vandaar onze medewerking. En jullie als leerlingen hadden we ook zoiets van, dat gaan we doen. Die waren direct heel enthousiast. Het is weer helemaal wat anders. Het is met een koor bij, het is met een band bij. Dat is toch ook niet iets wat we gewend zijn om te doen, dus dat is heel leuk om te doen. En waar spelen jullie? Is dat met name in de kerk? Of spelen jullie ook op het play? Met het passieverhaal? Ja. Ja, wij gaan een aanvulling op de band vormen. Dus dat is nu hoofdzakelijk gitaar, toetsen en accordeon, denk ik. Hè? En er is een trompetist ook. En wij gaan die blazerssectie aanvullen. Dus we gaan morgen de eerste keer naar de repetitie. Dus we zijn heel benieuwd wat het gaat worden. En wij begeleiden dus mee een aantal liederen van het geheel. En we gaan ook 10 minuten eigen programma brengen van het moment dat de proloog in de kerk gedaan is en de mensen zich moeten verplaatsen naar buiten. Die 10 minuten mogen wij met eigen repertorium opvullen. Hebben jullie nog andere passies? Want er is echt een passie, hè, die muziek, als ik dat zo hoor. Zijn er nog andere dingen? Mag ik het woord aan jou geven waar je van zegt? Nou, daar ga ik ook helemaal voor. Nee, eigenlijk is muziek het enigste. Ik heb natuurlijk ook nog een gezin. Ik heb 2 kleine kinderen. En die spelen zelf ook muziek. Dus daar ben ik ook heel veel mee bezig. Als zij aan het oefenen zijn en zo, om hen daarbij te helpen en te doen. Dus daar steekt eigenlijk quasi al mijn tijd in en al mijn vrije tijd in. Mooi, heel erg mooi. En jij, hoe zit het met jouw passies? Ja, ik heb natuurlijk van mijn hobby mijn beroep gemaakt. Beroepsmatig ben ik dus met muziek bezig, maar ja, zoals ik al zei, het is een passie. Dus in mijn vrije tijd is dat hoofdzakelijk ook met muziek gevuld. Dus een echte passie. En ook kinderen? Ja, ik heb een zoon en die heeft hier ook de muziekschool doorlopen. Die heeft slagwerk gedaan. Als hobby, maar op een goed niveau. De microop zit er wel in. Al vanaf heel klein ging hij natuurlijk overal mee naar de concerten. Dus het was ook heel vanzelfsprekend dat hij eigenlijk naar de muziekschool ging. Ook mijn vrije tijd is heel vaak met muziek verbonden. Ja, je straalt het ook uit, hè? Als je erover praat. Maar dat vind ik bij iedereen van jullie. Dat zie je gewoon. Daar zit toch echt die grootste passie, oftewel die microbe. Zoals jij noemde dat? Die microben, ja geweldig. Het zijn een familie, het zijn een DNA. Ja, dat is ook zo. Ja. En jij, heb jij nog andere passies? Ja. Het wordt een beetje een saai verhaal, maar net zoals Marjolein. In muziek maken gaat heel veel tijd in zitten. Je moet daar dagelijks aandacht aan besteden. En ik speel nog in een andere vereniging mee. En dan op zaterdag hebben we hier dat ensemble. Dus daar gaat gewoon heel veel tijd in zitten. Dus tijd voor andere passies is er niet. Ik heb
wel een beetje van mijn, ook mijn passie mijn beroep kunnen maken dan niet het muziekgebied. Maar ik ben zeer geïnteresseerd in geschiedenis, heb ik ook gestudeerd en heb ik ook mijn werk van gemaakt. Ik werk bij de gemeente Venlo in de erfgoedsector en de monumentenzorg. Dus ik hou me bezig met restauraties van oude gebouwen en dergelijke. En dat is mijn, ook een passie van me, zeg maar, om me bezig te houden met erfgoed, historie, historische gebouwen. Ja. En daar zet ik me dus voor in. Mooi, mooi beroep. Sure. En jij? Ik ben dus ook getrouwd. Ik heb 4 dochters die allebei het huis in zijn. Ik heb 1 kleinkind en dus een kleindochter is dat. En dat is dan nog een kleinzoon op komst. Dus ja, dat is ook weer even spannend. Mijn oudste dochter is ook aan het boeren, dus dat ligt nu aan de boer aan het helpen. Vrede ook veel tijd. Toen ik jong was heb ik ook veel gevoetbald. Heb ik eigenlijk ook altijd graag gedaan. Toen ik heel oud was heb ik dat al te vallen en ben ik gewoon badminton. Dat was ook fijn. Dus ja, ik heb eigenlijk wel best heel veel, ben veel weg geweest altijd. Ja. Ik hoor van Mirjam Giebels, de schepen van Mazeik, dat er 1 keer in de 24 jaar een... Ja. Ik heb het me opgeschreven, ik was het niet aan het houden. Harlindis en Relindia feest. Doet er dat ook aan met? We hebben een groot project in mei in de sporthal. Dan wordt er een groot orkest gevormd, een symfonieorkest. Daar doen hoofdzakelijk de leerkrachten allemaal aan mee. Aangevuld met gevormde leerlingen. Voor de rest hebben wij een hele concertreeks die in Aldenijk in de kerk doorgaat. En eigenlijk al de leerkrachten van de hele muziekschool werken daaraan mee. Dus 1 keer zijn de houtblazers aan de beurt, dan de koperblazers, dan de pianisten. En zo is er een hele concertcyclus opgebouwd aan de hand van dat Harlindis en Relindis jaar. Heel leuke concerten, heel leuke locatie. Gaat in Aldenijk, maar ook in de kerken in Roederdoor, 2 gerestaureerde kerken. Heel mooie locaties. En we zijn weer heel blij dat, ja, dat we weer op een podium kunnen na die lange coronatijd. En het is een fantastische concertreeks, omdat iedere leerkracht hier die hier op school rondloopt, meewerkt aan die concertcyclus. Ja, schön. Maar dat geeft ook vuur, hè, voor ja. Podia's te creëren. Want om alleen maar ja, hier of ja, als thuis muzikant, in een kermeke te zitten. Ja, als muzikant moet je af en toe een uitdaging hebben. Ja, ja, het is niet alleen maar studeren aan de pupiter. Maar je moet ook een uitdaging hebben waar je naartoe kan leven. En dat zorgt ervoor, ja, dat je het niveau alleen maar omhoog krijgt. Hè. Dat is toch de bedoeling, hè, dat we mooi samen kunnen musiceren. Hè. Dat is het doel van de opleidingen hier. Hè. Nou, ik stel me in ieder geval de datum van die feesten opschrijven. Ik koos het niet, terwijl ik heel lang in de buurt woon. En er is in september dan ook nog een optocht, maar dat zal Mirjam wel verteld hebben, denk ik. Hè. Ja, ik kom in ieder geval loslaten. Schön. Ik wil ik heel hartelijk bedanken voor dit interview rond de dus. En heel veel voorpret voor de passie vooral. Heel veel plezier en ook heel veel succes op de dag zelf. Dankjewel. Dankjewel.